een nieuwe video, onze eerste vakantievideo van Afrika. Yay! We hebben alle koffers klaargemaakt, dus alles staat daar. Hopla. Dus alle koffers. Ja, helaas moeten we ook jassen mee doen, want het is daar winter en het gaat koud zijn. Alleza. Ja, als de zon onder is, gaat het koud zijn. We hadden nog een weekend voordat we vertrekken en we zeiden van dat gaat lekker rustig zijn. Nee, niet lekker rustig. Het is echt hectisch geweest. En onze vriend hier zegt dan ook nog van, ik ben mijn haar beu. Ik wil mijn haar knippen. Wat vind je van zijn haar? Kijk, toon een keer. Voilà. De zusjes hadden altijd gezegd van, we willen dat zijn haar terug lang is. Zo met krulletjes, maar het wil niet meer krullen zoals vroeger. En hij was het echt beu. Het is wel frisie, zo bij blij. Yeah. Ja. Dus hebben we vanmorgen ook nog zijn haar geknipt. Dus binnen een klein uurtje komen ze achter ons voor naar Zaventem te gaan. Dus we gaan via Brussel. Vorig jaar was dat via Amsterdam. Maar we hebben alle koffers gewogen en we hebben blijkbaar niet te veel mee. Dus hopelijk gaat ook de koffer met alle filmmateriaal zal hopelijk weegt die niet te veel. Ja. Anders moeten we dingen in de rugzakken steken. Als die te veel weegt. En we hebben ook een koffer. Deze hier. En een keer. Deze koffer, deze rugzak, zit volledig vol met kleren van jullie, dat je niet meer draagt. Ja. Om eventueel te geven. Weg te geven daar. Zodat zij ze goed kunnen gebruiken. En het zijn dingen dat soms zit een t-shirt tussen dat je maar één of twee keer aan gaat hebben. Dus het is bijna nieuw wat we weggeven. Ben je er klaar voor? Ja. Nerveus? Ja. En jij? Alleen het vliegtuig. Alleen voor het vliegtuig, ja. Dat is niet zo leuk. En daar hebben we nog eentje. Ze is afscheid aan het nemen. Ja. We nu wachten totdat ze achter ons komen, hè? Ja. En dan kunnen we aan ons avontuur beginnen. Hopelijk komen we leuke dingen tegen, zoals in Amerika. Ja. Ja. Maar hopelijk zien we ook veel dingen. Ja. Ja. Olifanten. Ja. Wat wil je het liefst zien? Olifanten. Flamingo. Olifanten? En niet flamingo. Nee, ik weet niet, gewoon alles. Nee, leeuwen zijn ook wel. Ja? Leeuwen, dat zou je ook kunnen opeten. Of een giraf. Ah, giraf. We zijn de koffers kwijt en we vinden ze niet meer. Rap, dat is een vlammopje. Oh, humor. Oh, humor, niveau ligt hoog. We moesten nog dringend een adapterstekker, noemt dat zo? Stekkeradapter. Een stekker vinden. Een adapter, stekker. Dingetje. Ik denk om onze opladers in Zuid-Afrika te kunnen. Ja, we hadden eentje die hing in Botswana. Maar blijkbaar is Zuid-Afrika iets anders. En ze hadden dat nergens meer in Roeselaar. Dus hebben dat hier in de luchthaven. En het waren er allemaal voor UK naar Zuid-Afrika. Maar geen meer voor Europa naar Zuid-Afrika. Dus hebben we er nu nog twee gevonden. En we gaan nu iets zoeken om te eten. We hebben nog niet veel gegeten. Jullie hebben nog niet. Ja, jullie hebben iets gegeten, maar mama en papa hebben niks gegeten. We waren zodanig druk bezig vanmorgen. Zo hectisch. Hebben stress. Hebben jullie stress? Ja. Hebben ja, tuurlijk, ja. Wat zaten jullie daar te schimmelen? Gewoon een beetje Fortnite aan het spelen. Dat is toch leuk? Ja, dat is van, ja, tuurlijk is het leuk. Dus,
nu hebben we wel honger, we zijn de koffers kwijt, we kunnen nu iets eten, dus we gaan nu iets eten. Wij hadden zin in een gewoon broodje, maar de kids hadden zin in... Frietjes! Ik bedoel... Quick? McDonald's, zeg nooit McDonald's, Quick tegen McDonald's, of de McDonald's tegen Quick. Ja. En ik heb een combinatie. Een broodje van de Panos. En een frietje van Quick. Norf heeft geen één. En Norfie, ga jij niet eten? Ik heb nog maar niet vanmiddag en het is nog maar 5 uur. Oké. Okay. Ik krijg niks meer, tot morgen, hè? Is goed. Aan het wachten op ons vliegtuig. We hebben al een half uur vertraging. We moesten om 7:15 vertrekken en het is nu 7:15. Dus gelukkig hebben we 2:30 voor onze andere vlucht te halen naar Johannesburg. Dus ja, maar we moeten daar nog door de douane. Dus hopelijk staat er daar niet te veel volk. Maar goed. En anders doen we zo ver. Wat zitten jullie daar? Zijn je al moe? Boos. Ben je al moe? Nee. Nee? Ja? Ga nog lang genoeg mogen zitten. Mama is heel blij, hoor. Kijk, hoe blij dat mama is. Zo blij als een ei. Als een ei.
zijn van het vliegtuig en we moeten nu naar gate S zoeken. En we zijn toch wel een uurtje later geland, dus we kunnen niet te lang lummelen. Hey, mama, lummelen. Ben je blij dat je eraf bent? Ja. Maar we moeten er nog een keer op in. Ja! Ja. Het is 24 minuten wandelen. Ik had nog zoiets gezegd van... Dat zal hier geen grote luchthaven zijn. 24 minuten wandelen. Allee, waarschijnlijk zal het wel babystapjes zijn. Moet het voor iedereen te doen zijn. En het is nu maar 23 niet meer, hè, de tijd. Dus de minuten gaan hier heel snel, moet ik zeggen. Oei, ga ik hier tussen kunnen? Nee. Nope. Mijn koffer raakte er niet tussen. Oh nee. Goed, let's go. Ga jij kijken? Kom, het is niet voor ons. Onze dag zit erop vandaag. Ja. Ja. Dus het is 12:30. We gaan hier stoppen met de vlog. We gaan straks... is Arco zijn verjaardag. Arco gaat zijn verjaardag vieren in de lucht. Dat is ook de eerste keer. Hey Arco? Ja. Dus we gaan dat dan voor de volgende vlog. Dus wij gaan vliegen. En... morgen zijn we dus in Afrika. Maar we gaan hier natuurlijk nog een eentje moeten vliegen. Goed. Vond je het een leuke vlog, ons vertrek? Dus hier dan alvast een duimpje. Duimpje. Voor hoeveel duimpjes gaan we? Toch wel de 600. Toch wel de 600, hier voor het vertrek. Ja, de 600. En later gaan we dan opbouwen. Hè? We gaan dan een keer kijken als we... Een keer de 1000 halen, dus het kan. Ja, het kan, het kan. Dus we gaan dan opbouwen. Maar eerst voor het begin en maar het vertrek. Dus geef een duimpje voor 600. Ja. Voor 600? Nee, geef 600 duimpjes. Maar ja, niemand kan 600 duimpjes doen. Het is goed. We zijn een beetje moe aan het worden. Ja. Ja. We gaan slapen. Het enige dat we nu nog zeggen is... Telkens. Ciao, kus.